Vorig jaar spraken we met kamper, auteur en illustrator Iris Boten over een boek dat zij had geïllustreerd voor Carrie Slee. En tussen de bedrijven door hoorden we dat ze ook bezig was met het schrijven van een thriller. En raad eens wat, hij is af. Dus het is echt helemaal af, ja, Iris. Het is helemaal af. Het is al je 31ste boek. Klopt, ja. Wat een prestatie, knap. Zeg, maar dit is wel heel iets anders van kinderboeken schrijven naar een boek voor volwassenen en dan nog wel een thriller. Ja. Hoe heb je dat ervaren? Gek genoeg vind ik niet dat er een heel groot verschil zit tussen kinderboeken en boeken voor volwassenen. De structuur van een verhaal en het wezenlijke van een verhaal blijft gewoon hetzelfde. Alleen je past natuurlijk wel je taalgebruik aan. En, net zoals je recept bijvoorbeeld aanpast voor kinderen. Maar het is niet wezenlijk anders koken voor kinderen. Elk boek heeft natuurlijk een plot, een idee waar het naartoe gaat. Ja. Van waar zit de spanning in. Ja. Waar heb je dat bij dit boek vandaan? Dat is misschien wel een verschil met, niet zozeer met kinderboeken, maar wel met de andere boeken die ik tot nu toe geschreven heb. Bij een thriller is het plot heel erg belangrijk. Ja. En vooral, wanneer vertel je wat? Wanneer laat je de informatie los die nodig is om tot de ontknoping te komen? En dat is wel iets waar ik mee geworsteld heb en heel veel geleerd heb bij het schrijven van dit boek. Ja. Heb je dan ook wel bijvoorbeeld, ik neem aan dat je zelf ook veel leest, dat je zegt van nou, voor die en die schrijver, dat vind ik een goed idee. Ja, nou ik hou heel erg van de boeken van bijvoorbeeld Lieneke Dijkzeul en Karin Possum, misschien zeg je dat niks. Nee. Maar voor mijn gevoel zijn er twee soorten thrillers. De ene is, die zijn heel bloederig en gewelddadig en seriemoordenaars en weer een lijk. Ja. Nou, dat zijn niet de boeken waar ik van hou. Nee. Ik hou meer van boeken waar de spanning zit in wie heeft het gedaan, maar vooral waarom heeft iemand het gedaan. Ja. Dus meer de psychologische spanning. Ja, ja. En zo'n boek heb ik ook geprobeerd te schrijven. Mooi. Ja. Zeg, heeft het lang geduurd voordat je besloot om een boek voor volwassenen te schrijven? Dat besluit, eigenlijk heb ik altijd voor volwassenen geschreven. Alleen zijn die verhalen tot nu toe nooit uitgegeven. Dus het is niet zo dat ik opeens een andere richting ingegaan ben. Maar het is wel zo dat ik voor dit boek eindelijk een uitgever heb gevonden. Okay. Ja, daar komt het eigenlijk op neer. Dat is ook mooi. Dat is een andere uitgever dan van je kinderboeken. Ja. Okay. Want de uitgever die kinderboeken uitgeeft, die geeft niet voor volwassenen uit. Dus ik moest op zoek naar een andere uitgever. Ja, dat is dan gelukkig gelukt. Dat is gelukkig gelukt. Ja, mooi zeg. Zeg, die thriller. Heel vaak als ik lees, dan denk ik, die titel, dat lijkt me wel wat. Vond je het moeilijk om een titel te bedenken? Ja, heel moeilijk. Ja, een titel is inderdaad, wat je zegt, heel erg belangrijk. Want er is zoveel aanbod, je gaat echt niet al die achterflappen lezen. Dus alleen al de titel moet aanspreken. En ik vind ook dat de titel heel veelzeggend moet zijn. Dus hij moet het liefst meerdere lagen hebben. En ik denk dat dat in dit geval wel gelukt is. Ik was wel blij dat we hem hadden, zeg maar. Ja, dat kan ik me indenken. Nu heet het boek Buiten Bereik. Kun je in het kort vertellen waar het over gaat? Dan moet je niet zeggen dat de tuinman het heeft gedaan. Ik zal niet zeggen wie het gedaan heeft. Nee, het gaat over een jong stel, Daniel en Katja. En ze hebben een zoon, Jonas, een jongetje van 5 jaar. En hij gaat met zijn zoontje op vakantie. En op de dag dat ze terug zou komen, komen ze niet terug. Ja. En zij kan geen contact met ze krijgen. Dus daar zit al een deel van de titel, hè, buiten bereik. Ja. Zij kan ze gewoon niet vinden. Ze weet niet waar ze zijn, ze nemen de telefoon niet op enzovoort. En dat duurt een paar dagen. Ze gaat op zoek natuurlijk, helemaal paniek en noem maar op. En dan na een paar dagen stopt er een taxi voor het huis en stapt alleen dat jongetje uit. Ja. En hij heeft een stoornis waardoor hij niet kan vertellen wat er is gebeurd. Had hij dat al van tevoren? Dat heeft hij al vanaf zijn geboorte. Ja. Oh, en dan moet hij natuurlijk toch proberen achter te komen wat er nou is gebeurd. Ja. Oh, dat is wel heel intrigerend. Ja. Hoe ben je op het idee gekomen om juist zo'n onderwerp te vinden? Nou, ik weet nog precies wanneer ik op het idee kwam. Dat was namelijk op 14 mei
2015, dus echt exact 4 jaar geleden. Ja, ja. Ik was op een verjaardag en mijn echtgenoot die zou de volgende dag op vakantie gaan. En mijn schoonzus die zei voor de grap, haha, stel je voor dat hij niet terugkomt. En ik heb eigenlijk altijd mijn voelsprieten uit naar mooie verhalen en spannende gegevens. En ik dacht, ja inderdaad, stel je voor dat hij niet terugkomt. Dat zou een mooie thriller zijn, dacht ik gelijk. En nou, dit keer heb ik dus doorgezet en is het verhaal echt erg gekomen. Ja. Zeg, ja. En ben je gewoon, je dacht van, nou, dat is een mooie plot. Ik ga nu schrijven. Gaat dat dan achter elkaar door of zit er een pauze in? Ik heb tussendoor een ander boek geschreven. Ja, ja, ik heb niet 4 jaar lang eraan geschreven. Nee. Ik heb tussendoor heel veel andere dingen gedaan en zelfs ook nog een aantal andere boeken geschreven. Ja, ja, maar je werkt ook een opdracht toch, hè? Ja. 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 Wat vond je een leuke opdracht die je laatst hebt gedaan? Nou, ik ben ook illustrator en ongeveer 1 jaar geleden heb ik het nieuwe boek van Carrie Slee geïllustreerd. Ja. Ja. En ik heb nog een hele leuke gedichtenbundel geïllustreerd. Okay. Ik huppel naar je lach heet het. Ach, dat was ook een heel bijzondere opdracht. Ja. Ja. Nee, van alles heb ik eigenlijk gedaan. Ja. Ja. En weet je, dat is hetgeen waar ik mijn geld mee verdien. Dus ja, dat gaat min of meer voor het schrijven. Ja, ja. Dus daarom heeft het ook, onder andere daarom heeft het zo lang geduurd. Maar dat schrijven, dat blijft in je achterhoofd draaien natuurlijk. Ja. Hoe ga ik het verder doen? Ja. En, ja, want ik geef het ook wel eens een schrijfcursus. Ik zeg altijd, schrijven doe je voor 50% achter de computer. En voor 50% bij de Albert Heijn. Of als je een wandeling maakt. Het gaat hier altijd door. Ja. Dus dat je niet fysiek aan het schrijven bent, wil niet zeggen dat je er niet mee bezig bent. Nee. Zeg, en je hebt je eerste hoofdstuk af. Laat ik het aan iemand lezen? Nee. Nee. Pas aan het eind, als het uit is? Nee, de uitgever leest wel mee. Toen ik eenmaal een uitgever had gevonden, heeft hij natuurlijk meegelezen en ook allerlei tips nog gegeven en adviezen. Maar mijn dierbaren en mijn man dus bijvoorbeeld, die hebben het pas gelezen nadat het helemaal af en uit was. Vond je dat niet ongelooflijk spannend? Ja. Ja, wat vinden ze ervan? Ja. Ja, dat vind ik echt heel erg spannend. Ja. Ja. Maar je hebt natuurlijk ook grote kinderen die dat boek waarschijnlijk ook wel aankunnen. Nou, mijn dochter is 14, dus die is misschien al net iets te jong, maar ze wil het wel heel graag lezen. Ja, ja, ja. Dat lijkt me ook leuk om zoiets te doen. Nou, heb ik ook gelezen dat je verhalen begin je vaak met een stelling. Waarom doe je dat? Nou, dat is niet zozeer waarom, dat heeft niet bepaalde reden, maar zo werkt mijn brein blijkbaar. Oh ja. Ik kijk om me heen en ik stel me vragen. Zo van, hoe zou het zijn als er dit gebeurde? Hè? Zoals die man die niet terugkomt van vakantie. Ja. Of stel je voor dat er nu dit gebeurt. Of ik lees een krantenbericht. En ik denk, nou stel je voor dat mij dat zou overkomen. Ja. Hoe zou dat dan voelen? Oh, ja. Dus eigenlijk met al die vragen in mijn achterhoofd kijk ik naar de wereld om me heen. En zo zijn er tientallen verhaalideeën te vinden elke week. En die blijven hangen, die stop je in een laadje en dan. Ja, sommigen zijn verdwijnen weer, maar sommigen die laten me niet los. Oh ja. En dat worden dan boeken. Ja. Dus, ja. Leuk. Ja. Zeg, je zegt, je bent ook illustrator. Ja. Ik kan me indenken als je dan een boek schrijft, dat je het ook wilt illustreren, bijvoorbeeld de voorkant. Heb je dat ook gedaan? In dit geval niet. Nee, oh, nee. En dat zou ik ook niet kunnen, want ik ben een illustrator, dus ik teken. Ja. En een boek voor volwassenen heeft eigenlijk nooit een tekening op de voorkant. Een foto of het is alleen een typografisch omslag. Oh, ja. En dat is echt een vak apart. Ja. Ik zou dat niet kunnen. Nee. Heb je het wel eens geprobeerd? Jawel, ik heb het wel eens geprobeerd. Maar ik denk eerlijk gezegd ook dat het goed is als iemand anders het doet, omdat die iets kan toevoegen aan het verhaal. Kijk, als ik een verhaal schrijf en ik zou ook nog het omslag maken, dan komt alles uit datzelfde hoofd. Oh ja. En als iemand anders het doet met zijn eigen expertise en zijn eigen ideeën, dan kan hij er echt iets aan toevoegen. Ja. Voorwaarde is natuurlijk wel dat je ook eerst zelf het boek heeft gelezen. Ja. Of niet? Nou, ik weet niet of dat echt een voorwaarde is. Het is misschien, je moet wel de sfeer van het verhaal proeven en weten waar het over gaat natuurlijk. En een beetje dezelfde spanning of sfeer kunnen oproepen. Ja, ja. Als illustrator moet je wel, denk ik, het hele verhaal lezen. Maar, En er zal misschien ook
veel met de computer hebben gemaakt, zo'n voorkant. De illustrator die de voorkant ontwerpt. Is het abstract? Is het een beetje abstract? Nee, het is een foto-omslag. Je ziet een jongetje, de schaduw van een jongetje. De twee voetjes en de schaduw van een jongetje. Ja. Het is een foto. Ja, en daar ben je wel heel tevreden mee. Ik ben er heel blij mee. Het was echt een schot in de roos. Ja, geweldig. Ja, vond ik heel knap gedaan. Wat heb je daar dan ook over te zeggen? Dat je bijvoorbeeld zegt van nou, wat je nou, dat vind ik eigenlijk maar niks. Je denkt mee als schrijver. Maar het is niet zo dat je, zeg maar, alleen recht hebt of veto. Eén ding wat ik geleerd heb als schrijver zijn, is dat je een schakeltje bent in het geheel. Hmm. Natuurlijk ben ik degene die het boek schrijft, maar en zonder mij zou er geen boek zijn, maar zonder de uitgever ook niet. Nee, en zonder de drukker ook niet. En zonder de vormgever ook niet. En zonder de redacteur ook niet. En ik ben gewoon één schakeltje in het geheel. Dus ik heb wel geleerd om mijn plek te kennen, want het is niet zo dat alles om mij draait. Nee. Dat is ook wel fijn, hè? Dat je de verantwoordingen wat kunt delen. Ja. Oh, mooi. Nu heb je dit boek geschreven. Kun je dan zeggen, ik heb de smaak te pakken. Ik ga meer van dat verhaal. Absoluut. Ja, zeker. Ja, ik ben ook al met de tweede bezig. Ja. Oh, wat leuk. Ja. Nou, ik ben heel benieuwd. Ik hoop dat je er heel veel succes mee zult hebben. En je weet, als er weer een boek uitkomt, dan weer weet ik jullie te vinden. Ja, leuk. Ja. Gaaf. Nou, dankjewel en heel veel succes. Heel erg bedankt.